Hoefsmid langs. Ik ga jullie laten zien hoe dat in zijn werk gaat. De hoefsmid komt één keer in de 6 à 8 weken en krijgen al mijn paarden nieuwe hoefijzers. Hey Black, was je daar? Ja, ik ben nu de hoef van het paard aan het bekappen. En wat is dat? Nou, dat is eigenlijk vergelijkbaar met als wij als mensen onze nagels knippen. Het is zo'n paardenhoef. Als je hem niet zou slijten, die groeit maar door en door. Dan groeit die hele hoef van hem in een jaar nog een keer zo'n hoef eraan. Maar dat is met onze nagels ook zo. Hè? Die groeien gemiddeld ook een nagel in een jaar. En als een paard, vooral als een paard hoefijzers onder heeft, dan moet die elke 6 tot 8 weken gedaan worden. Want dan is er weer een centimeter of een paar centimeter aangegroeid. En als je hem dan langer op die hoefijzer laat lopen, dan zou hij achterover gaan hangen. Dus dan gaat hij struikelen, slecht voor de pezen, de gewrichten. Als een paard geen hoefijzers heeft, dan kan hij soms wel wat langer lopen, want dan slijten ze de hoef zelf. Maar zo gauw er een hoefijzer onder zit, beschermt hij de hoef. Dus de hoef slijt niet meer, die groeit maar door. En een paard geeft je hoefijzers in eerste instantie als de hoef sneller afslijt dan dat hij aangroeit. Want dan wordt hij op een gegeven moment gevoelig. Dan krijgt hij te korte nageltjes. Je geeft ook een hoefijzer als een paard een afwijkende stand heeft. Om de beenstand te corrigeren en in de sport om mooiere gangen te krijgen. In de springsport zijn wedstrijden vaak op grasbodem. Dan krijgen ze hoefijzers met schroefgaten erin, met een soort nopperschroefje er dan onder, net als onder een voetbalschoen, voor de grip. Zo. Goed zo, Blackie. Zijn paarden hoefijzers? Nee hoor. Dat zeg ik. Eigenlijk is de hoef is al een schoen. Hè? Die beschermt al met lopen. Normaal gesproken zou een paard niet gauw hoefijzers nodig hebben. Maar er zit ook heel veel verschil in kwaliteit van horen. Je hebt hele sterke, groeizame voeten. Je hebt ook hele zwakke hoeven met hele dunne hoefwandjes. En dus, er zijn gewoon paarden. Die hebben altijd hoefijzers nodig. Als je daar nu de hoefijzers aftrekt en je loopt 200 meter, zijn ze al kreupel. En is de hele hoef al stuk. Hé, Blek, wat vind jij ervan? Wat denk je? Schiet nou maar eens op. Jij bent je geouwe hoer. Hé, anders was ik al lang al klaar. Aan mij wordt veel gevraagd. Waarom moeten ze hoefijzers? Want in de natuur heeft een paard ook geen hoefijzers. Nee, dat is waar. En mensen willen in dit tijdperk ook, vind ik, veel dat alles natuurlijk en biologisch gaat, hè? Terug naar de natuur. Maar de natuur is niet altijd ideaal. Want in de natuur, zo'n paard met zwakke hoeven, die sterft af. Kan niet meer met de kudde meekomen, komt een roofdier en die eet hem op. En uiteindelijk krijg je dan paarden in de fokkerij, dan natuurlijk, die steeds sterkere hoeven hebben, want die blijven over. En daarom is het juist mooi dat wij paarden nu zo houden. Dan kunnen we zo'n paard met zwakke voeten ook gewoon laten blijven leven door er een hoefijzer onder te doen. Maar in principe is het zo, als je geen reden kan verzinnen om onder een paardenhoef een hoefijzer te doen, dan moet je het nooit doen. Je moet het altijd blijven zien als een noodzakelijk kwaad. Dus ik ben het ook wel gedeeltelijk eens met mensen die het natuurlijk willen, maar niet helemaal. Ik ga nu het ijzer op de hoef houden. Kijken of hij past, of het model goed is. Ik moet er nog een paar tikken op geven om hem even te veranderen. Nu ga
uiteindelijk het ijzeren vlak maken op de hoef. Hij mag kijken, nou wiebelt hij nog, zie je het? Dus op de plekken waar hij hoger is, veilig een beetje weg. En dat wordt ook veel met warm beslag, dan schroeien ze een vlak op de hoef. En ik doe dat met de veil. Hoe lang ben je nou met een paard bezig? Ja, dat scheelt, dat hangt van heel veel dingen af, hè. Of het een heel licht paardje is om te doen, of een zware. Of een met een heel gewillig karakter, of een met een tegenwerkend karakter. Maar als alles goed gaat en je doet het gewoon normaal, dan ben je een uur tot anderhalf uur met een paard bezig die onder alle vier benen hoefijzers heeft, zeg maar. En als hij heel makkelijk is en je werkt heel hard, dan zou het ook een keer in drie kwartier lukken. Maar een uur of iets langer heb je toch meestal wel nodig, zeg maar. Zo, nou nu is hij goed. Dan gaan we hem eronder slaan met de hoefnagels, noem je dat. Dat zijn een soort spijkers, maar hele speciale. De legering van het metaal, dat maakt hem heel bijzonder, zeg maar. Als ik dit hoefijzer eronder zou slaan met een normale timmermanspijker, dan zou hij er, ik denk, volgende week al af liggen, want die breken allemaal. Want een hoef, die heeft hoefmechanisme, noem je dat. Als hij hem neerzet, gaat de hoef omwijd. Als hij hem optilt, gaat hij weer in elkaar. Daarom mogen die nagelgaatjes, waar ik die spijkersaast in sla, ook niet helemaal tot achteraan komen, want dan zet je die beweging stil en dat zal pijnlijk worden voor het paard. Maar juist daarom, dit is een legering van metaal en tin, zodat hij meer mee kan buigen in de beweging. Als ik een normale spijker voor hout in de bankschroef zet, dan haal ik hem drie keer heen en weer, dan knapt hij. Als ik deze in de bankschroef zet, dan kan ik hem 12, 13 keer heen en weer halen, helemaal haaks voordat hij knapt, zeg maar. Speciale slag, dat is wel mooi. Want ik sla elke keer naast mijn spijker. Nou, dan wordt die normaal gesproken bevestigd met 6, 7 of 8 hoefnagels meestal. Goed zo, Blik. Braaf. Is een hele lief paard. Alleen hij is best wel zwaar voor de hoefsmid. Ja. Hij hangt nu best flink op mij, zeg maar. Dat zie je misschien niet, doordat hij wel goed stil staat. En daar zit heel veel verschil in. Het ene paard is veel lichter om te doen dan het andere. En dat wil niet zeggen dat een paard die veel kilo's weegt zwaarder is om te doen. Die kan heel licht in de hand zijn, zeg maar. En een kleine paard kan zwaar zijn. Krijg je nooit last van je rug? Ja. Ik heb regelmatig last van mijn rug. Dat is niet zo raar, hè, met dit beroep. Nou, vroeger veel minder vaak, maar ik doe het ook al 37 jaar. En dan krijg je op een gegeven moment toch je slijtageplekken natuurlijk. Dus ik voel mijn knie af en toe. Mijn rug. Deze schouder door het smeden. Maar op zich gaat het nog hartstikke goed, hoor. De bovenkant van de roef weer naar buiten. Dan maak ik een holletje eronder. En dan haal ik ze om. Speciale tang voor. Dan haal ik ze om en dan krijg je allemaal nietjes. Weerhaakjes als het ware. Dus dan hangt het hoefijzer nog steviger aan de hoef. Een veiltje erover, dat het mooi glad is. Goed zo, braaf Lekkie. Dat is hem zo. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En soms moet Danielle met de paarden naar de kliniek.